Ik heb een afspraak met Petra en zij gaat mij vertellen wat de Nationale Ombudsman doet als er meerdere signalen binnenkomen over hetzelfde probleem. Als jullie heel veel klachten uit één gemeente krijgen, hoe pakken jullie dat dan aan? We gaan natuurlijk eerst kijken van, kan de gemeente dat zelf oplossen? Herkennen die dat probleem? Misschien zegt die gemeente wel, nee, dat doen we inderdaad niet goed. We gaan het nu beter doen en dank u wel voor het signaal. Nou, dat is dan mooi, hè? Maar dan zijn wij klaar. Als de gemeente dat helemaal niet herkent of die gaan op dezelfde manier door, dan kunnen we zeggen, nou, we gaan dat probleem gaan we goed bekijken. Want er zijn heel veel mensen die dit hebben. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Dan gaan we echt op onderzoek uit. Dus met de gemeente praten, maar ook vooral met mensen zelf praten. Hoe bepalen jullie nou naar welk onderwerp of naar welke instantie jullie onderzoek gaan doen? Het is goed om te zeggen dat we ieder jaar bekijken van aan welke onderwerpen willen we aandacht gaan besteden het komend jaar. Het kan zijn dat we over een onderwerp opeens heel veel klachten binnenkrijgen. Over één iets. Dan denk je, oh, daar is iets speciaals aan de hand. Dus dat kan ook een aanleiding zijn. Iets anders is dat wij veel contact hebben met allerlei organisaties en daar halen we ook signalen vandaan. Omdat wij ook graag er willen zijn voor mensen die de ombudsman niet zo snel vinden. En verder kijken we om ons heen en horen we heel veel, lezen we de kranten en zien we wat er gebeurt. En gaan we ook op zoek. En hoe houden jullie in de gaten of een gemeente bijvoorbeeld ook echt iets met jullie advies doet? Het is niet zo dat als we een rapport schrijven of een gesprek hebben gehad en we denken, nou, iedereen is het eens, we stoppen ermee. Nee, we blijven kijken of de gemeente het advies wat we bijvoorbeeld hebben gegeven, of ze dat ook opvolgen en of dat ook het effect heeft wat wij willen. Dus we blijven in contact en met de gemeente, maar ook met de mensen die de klacht hebben ingediend. Als de Nationale Ombudsman signalen krijgt over een instantie of een onderwerp, dan kan de ombudsman een eigen onderzoek starten. Overheidsinstanties zijn verplicht om goede informatie te geven, goed naar je te luisteren en te vertellen waarom ze iets doen. Doen ze dat niet, dan is de Nationale Ombudsman er om je te helpen.